Mijn naam is Mark Adonijs. Ik ben werkzaam bij Informatica Nederland. Oké, het congresthema van dit jaar is Reinventing Retail. Wat draagt uw organisatie bij aan het heruitvinden van de retail? En wat zijn de innovaties die jullie daarin brengen? Vandaag de dag moeten retailers echt vechten om hun producten te verkopen. Consumenten zijn steeds beter geïnformeerd via allerlei kanalen. En Informatica stelt de retailorganisatie in staat om een uniek en consistente shopping experience te creëren. Waarbij op het juiste moment het juiste product aan de juiste klant wordt voorgesteld. En dat in een real-time omgeving. Oké. En we zijn hier op dit moment in de Amsterdam Arena. De slogan vandaag is Where Retail Champions Rise. Welke retailer is volgens u de absolute kampioen en waarom? Nou, het eerste wat mij te binnen schiet is Amazon. Ze hebben echt het gezicht van de retail substantieel veranderd. Door een breder assortiment, maar ook door een excellente service. Bijvoorbeeld door een pick and collect. Maar ook wat ze nu aan het initiëren zijn als proef in Amerika. Om een barcode scanner te introduceren bij mensen in huis. Om zodoende gedurende de dag hun producten te scannen die ze willen hebben. En om zodoende digitaal een boodschappenlijstje te creëren waar ze aan het einde van de dag hun order kunnen plaatsen bij Amazon. En de volgende dag wordt geleverd. Dat is echt reinventing retail. Nou, dat is inderdaad wel een hele goede ontwikkeling. En hoe ziet u dan de toekomst van de Nederlandse retail? En welke rol spelen dan e-commerce en mobile dan bijvoorbeeld? Maar zoals eerder aangegeven, zijn consumenten steeds beter geïnformeerd. Op allerlei manieren, via allerlei kanalen. Maar wat we ook zien, is dat op die kanalen niet de aankopen worden gedaan. Dus het is uitermate belangrijk om tijdens dat proces de volgende aankoopactie zo optimaal mogelijk neer te zetten en te benutten. En Informatica kan hierin ondersteunen.